Ja, was dit het beslissende duel, eigenlijk de beslissende speelronde voor dit seizoen voor jullie? Ja, dat gaan we achteraf pas zien. Maar het is in ieder geval een goed weekend, dat we afhouden. Maar we moeten ook niet overdrijven. We staan er goed voor. Beter dan de vorige week. Maar er zijn nog wel 8 wedstrijden te spelen en die moeten we wel goed afsluiten, anders wordt het nog lastig. Ja, nee, je hebt in ieder geval nu een goede voorzet gegeven, want 4 goals, man. Zo, dat maak je ook niet vaak mee. Nee, ik... 3 jaar geleden in de hoofdklas had ik ooit een keertje 4, maar tweede divisie sowieso geen hat-trick. Ja, laat staan 4, dat is... dat zijn de lekkerste wedstrijdjes, ja. Dat kan ik wel zeggen, ja. Dat ging ook wel heel makkelijk, hè, vandaag? Nou ja, we begonnen gewoon erg goed en dat helpt. En daarna vond ik ons wel een beetje wegzakken. Vooral voorin was het een beetje moeilijk, we moesten veel grote afstanden. Maar ja, op een gegeven moment krijgen zij rode kaart en als we tweede helft spelen gewoon goed uit, denk ik. Dus ja, prima. Die penalty waarover gesproken werd, sommigen zeggen ja, hij had toen al geel gekregen, was misschien niet nodig, want het schijnt geen penalty geweest te zijn. Vind je dan die rode kaart nog wel terecht? Poeh, ik weet het niet. Ik weet in ieder geval, die tweede was sowieso een gele kaart. En ik weet niet precies wat er bij die penalty gebeurde. Ik weet alleen wel dat Suus hem miste. Maar dat hielp wel, jullie wel in de wedstrijd, die rode kaart? Ja, tuurlijk. Ja. Wat ik zeg, we hadden moeite met druk zetten. En voor ons was het, kwam de rust echt blazend binnen. Ik was helemaal kapot. Omdat die ruimtes heel groot waren. En je weet dat ze met 10 man, ja, dan hebben ze een mannetje minder. Heel simpel. En dan kunnen we gewoon druk zetten. En dan zie je dat zij er niet meer uitkomen. Dat wij zoveel kansen krijgen. En dat ik er uiteindelijk 4 kan mag inprikken. En na de tweede goal barst Senker een juichen uit. Niet voor nog een doelpunt, maar voor wat er in Veenendaal gebeurt. Ja, Dovo toch? Nee. Dovo? Nee. Ja, inderdaad. GVV scoren denk ik. Hè. En dan weet je eigenlijk al genoeg. Dus mag je in de wedstrijd eigenlijk niet meer bezig zijn. Maar wij stonden zoveel voor dat het wel een extra steuntje in de rug gaf. Ja, ja, want nu hebben zij dus punten verloren. Jullie gewoon door in die race. Moet wel lekker voelen, denk ik. Heb je nu ook het gevoel van... Ja, nu kan het haast niet meer misgaan? Nee, eigenlijk niet. Nee. Wat ik zeg, het is lekker, maar het zijn volgens mij 9 punten nu. En zij gaan het maandag waarschijnlijk op 6 brengen. En met 8 wedstrijden ben ik nog zeker niet gerust op. Wat wel fijn is, dat we niet, alles afhangt van die laatste wedstrijd. Maar nee, zeker niet. We gaan niet achteroverleunen. We gaan gewoon volle bak door. En we zien wel wat Schipstrand. Wat is dit voor jullie het gevaar? Nou, precies omdat als we zo gaan denken zoals jij nu suggereert, daar zit het gevaar. Dat we denken dat we er al zijn. En, maar dat gaan we niet laten gebeuren. Dus we gaan gewoon volle bak door. En wat ik zeg, dan zien we het wel.